Rij mee met DVS-CV wordt mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Van Buren. Zo. Onderweg naar Sam van den Brink. Sam van den Brink woont in de buurt van de Stationsstraat. Ik ben nu heel dicht bij het gemeentehuis. Even het bochtje om. En dan gaan we Sam eens eventjes aan de tand voelen. Nou, aan de tand voelen. Hij heeft wel het een en ander te vertellen, denk ik. Hoop ik. Eens even kijken of hij klaar staat. Zo'n beetje bij de Rabobank had ik afgesproken. Eens even kijken. Of hij werkelijk wakker is. Echt goed wakker. Ja, ik zie hem al staan. Ja hoor. Bij de Rabobank. Precies. Oh, zoals afgesproken. Super, super. Ho, fietsertje. Blijft gewoon door. Daar heb je hem. Sam van den Brink. Hey Sam. Goedemorgen Piet. Goedemorgen jongen. Hey. Zo. Hoe is het? DVS. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Hè? Mooi. Fantastisch. Geweldig. Nou. Het is zaterdag, dus dan gaat altijd het polootje aan. Ja, precies. Ja. Zo is dat. En ja. Nou heb ik ook eindelijk gelijk mijn riemetje om. Ja. Ja. Zo, even door de Stationsstraat en dan gaan we heel snel naar de buitenwijken. Want over de buitenwijken gesproken, FC Horst hè, vandaag. Ja, Horst uit. Ja, is dat, altijd lastig. Nou ja, het moet gewoon 3 punten worden denk ik. Maar ja. Dus de beker, dat zien we eigenlijk nog een beetje als de voorbereiding. Ja. Maar ondanks dat willen we natuurlijk wel graag van Horst winnen. Ja, ja, hey, ja. En verleden week heb je ook gespeeld voor de beker. Ja, nou ja. Het was pittig. We stonden pittig, op het veld. Je stond op het veld. Ja. That's all. Ja, nee, we moesten tegen DTS 2. Ja. En die waren een stukje jonger dan wij en trainen al wat langer dan wij dit seizoen. En ja. Ook al wat meer wedstrijden in de benen. Ja. En dat merkten we ook op het veld. Hé, hey, noem eens wat de namen op van het team waar je in zit. DVS 4, hè? 4, ja, inderdaad. Ja. Ik ben sinds, dit is mijn tweede seizoen in het vierde. Ja. Yeah. Vorig seizoen bijgekomen. En een aantal namen die iedereen wel kent, denk ik Frank Smeding. Ja. Yeah. Robin van Wijnbergen. Zo. Dit jaar zijn er jongens als Sven Pul er nog bijgekomen. Maarten Griffioen heeft de overstap van het zesde naar het vierde gemaakt. Ja. Yeah. Ja, voor de rest. Jongens als Appie Piepen, Giel Bakker. Ja, ja. Nou, Maarten Morren. Dan moet je toch nog wel wat kunnen tegen Horst 2. Ja. Hoewel Horst 2 ook wel een sterk team is. Hè? Er zitten ook wel een aantal bekenden in. Die ja. Jij ook wel kent natuurlijk. Hè? Arie van Wilgenburg. Ja, klopt. Heb ik ook nog mee gevoetbald inderdaad. Ja. Ja, allemaal oud DVS'ers zitten daar volgens mij. Ja. Dus, Lulu. Natuurlijk. Lulu inderdaad. Op het middenveld. Rob Dommerberg. Die kan je. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, goed, en Rob is ook weer gaan voetballen. Ja, ja volgens mij wel. Dus we gaan vanmiddag even kijken of... Nick Pul, ja, natuurlijk. Ja. Die is geloof ik op vakantie. Dus volgens mij hebben we dan geluk. Oh, kijk, ja, lekker. Ja. Dat scheelt weer een paar doelpunten. Precies. Tegen. Ja. Ja. Heeft onze rechtsbekker iets rustiger de middag. Mooi. Ja. Hey, hoe was de afgelopen week? Heb je een leuk feest gehad, Cereloop? Ja. Ja. Het was heel gezellig. Ja. Heel leuk. En ik vond dat ze dit jaar met nog meer aandacht... dan normaal. Dus normaal hebben ze natuurlijk al heel veel aandacht voor het feest, maar dit jaar was het, vond ik, nog leuker dan andere jaren. Ja. En wat maakte dat dan leuker? Nou, ze hadden een iets andere indeling van het veld gemaakt. Ja. En nog meer activiteiten erbij en ook nog meer activiteiten voor iedereen. Ja. Want de mensen die bij Cereloop wonen, dat verandert natuurlijk ook. Ja. Dus er zijn allerlei verschillende niveaus qua beperking. Ja. En ja, het is eigenlijk voor iedereen wat wils. Ja, en muzikaal ook het een en ander? Ja, muzikaal ook. Ja? Natuurlijk Showband Doe Maar, dat zijn onze eigen toppers die er een feest van maken. Maar daarnaast waren er ook artiesten die ik persoonlijk niet kende, maar die er wel een feestje van maakten. Ik heb een keer of drie met mijn 60e jaren band samen met Doe Maar muziek gemaakt. Ja. God, wat een feest. Ja, Sam, dat is zo mooi. Ja, dus hier is er altijd vanaf dan, hè? Ja, dat is geweldig. Ja. Dat is geweldig. Ja, die lui die zodra ze muziek horen, dan ontstaat er wat, hè? Dat vind ik, en dat is trouwens bij jou zelf ook. Jazeker. Ik dacht dat ik een
videootje had gezien op YouTube. Waar ben jij? Een beetje in een kerstoutfit. Ja, die, behoorlijk ja. Tekeer, ja, of niet? Er staan nogal wat filmpjes van mij. Ja, nee, dat klopt. Ik kwam zaterdag Egbert Dijkhuis tegen. En met Egbert zing ik regelmatig een liedje mee als hij op DVS optreedt of ergens anders. Ja. En dan vind ik dat ook wel leuk. En ik vind het top dat ik dan even bij hem op het podium mag komen. Geweldig. Ja. En nou, dan doen we altijd de kastelein. Maar ja. Met kerst heb je in de Veluwe altijd karaoke. En afgelopen jaar heb ik dan een ander lied van Egbert gedaan. En ik sprak hem daar zaterdag toevallig over. Dus hij gooide meteen dat filmpje online. Dus nou, hartstikke leuk. Leuk. Ja, ja. Leuk man. Machtig. Hey, en je werkt op Cirelo. Wat doe je daar precies? Ik ben communicatieadviseur op Cirelo. Ja. Dat doe ik nu 5,5 jaar. En dan moet ik natuurlijk misschien gaan uitleggen wat dat is. Ja. Dat is een hele brede functie. Dus we krijgen allerlei vragen over op het gebied van communicatie of over hoe je boodschappen overbrengt. En dan probeer ik dan mensen bij te helpen of te adviseren of te ondersteunen. Het is heel breed eigenlijk. Ja, ja. En dat YouTube filmpje wat ik gezien heb waarmee je met die cliënten, zeggen geloof ik, hè. Dat was wel heel leuk hoor, dat doe je wel heel erg leuk. Ja. Lekker integer naar die mensen toe en je ziet het plezier in hun ogen, ongelooflijk. Ja, dat was fantastisch om te doen. We werken samen daarvoor met een bedrijf in Harderwijk. En eigenlijk was het doen dat, kijk, ik ben geen begeleider en ik werk niet op groepen. Maar omdat ik nu al zo lang rondloop, ken ik eigenlijk wel heel veel cliënten en heel veel mensen. En dat vind ik ontzettend leuk. Ja. En dat kwam nu ook goed van pas, omdat de begeleider die het eigenlijk zou doen, die had zoiets van, ik wil het liever toch niet doen. Ja. Toen zei ze, nou, Sam, wil jij het dan doen? Ik zeg, ja, geen probleem, ik vind het wel leuk om te doen. Ja. En, en ik ken al die medewerkers daar, de cliënten, zeg maar. En die wisselwerking, dat is gewoon heel, heel erg leuk. Wel. En ze zijn zo enthousiast en ze kunnen zoveel. En ze zijn eigenlijk echt talent ook als ze moeten gaan acteren. Ja. Je hoeft maar één keer te zeggen en het gaat goed. Ja. En toen dacht jij zelf, of in samenwerking met een commissie waarin je zit, van daar moeten we mee naar DVS, samenwerkingsverband. Ja, nou, dat is een idee van Henk Meijenburg. Ja. Onder andere. Die benaderde mij er op een gegeven moment over. Van Sam, help je mee, denk je mee? Ik zeg ja, tuurlijk, want veel mooier kan het volgens mij niet als je je voetbalclub en je werk daar een combinatie kan vinden. Ja. Ik was meteen enthousiast en ik ben blij dat het nu ook van de grond aan het komen is. Geweldig. Ja. Ja, zijn de eerste stappen daartoe al gezet? Want ik zie ze nu dan mensen op DVS lopen en dan denk ik, hé, dat zal daar wel mee te maken hebben, of niet? Klopt. Uit mijn hoofd in mei geloof ik hebben we de eerste intentieverklaring ondertekend met DVS en Cirelo. Ja. En er is nu een arbeidstrainer aangesteld, Remco. En de eerste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zijn ook aan de slag. Dus het hoeft niet per se mensen van Cirelo te zijn, maar eigenlijk iedereen die hulp kan gebruiken om aan de slag te gaan, die kunnen meedoen aan het project. Dat is wel redelijk uniek zoiets, of niet? Ja, ja, ik had er zelf eerder nog niet van gehoord. Ik weet wel dat er wel samenwerking zijn met voetbalclubs en andere delen van het land, maar niet op deze manier. Ja. Dus dit is wel echt, daar komen dus mensen, komen bij DVS, ze gaan onder begeleiding van de arbeidstrainer of de arbeidscoach gaan zij aan de slag. Fantastisch. Dan gaan ze vaardigheden leren, maar dat is eigenlijk ons doel om dan die mensen vervolgens bij een betaalde baan te krijgen. Ja, ja. Ja. Hey, waar je nu woont, hè? Dat, in de Stationsstraat, woon je alleen? Of? Nee, ik woon daar met een teamgenoot toevallig. Die woonde daar al en ik zocht woonruimte. Ja, en, want je had eerder geloof ik in een andere woonruimte ook met eigenlijk is het een beetje, ik woon eigenlijk altijd met DVS's. Dus. Ja. Dat is een beetje mijn... Pul en zo ook, ja, zo Pul inderdaad, Koedelnie. Geweldig. Jesper Sturkenboom. Ja. En in latere fase nog Peter van der Horst en Dennis Hietsema, maar die zijn naar Horst gegaan. Dus dat doet natuurlijk wel pijn een beetje, dat je vrienden daar, maar ik snap ze wel. Jesper heeft mij nog goed begeleid met mijn knieprothese. Ja. En dat heb ik wel goed gedaan, want ik heb echt nog nooit zo lekker geskiet als afgelopen winter. Ja, Jesper nieuwe knie, ik dacht, nou, krijg maar wat. Ja, ja, dat is lekker. Een vakman volgens mij. Ja. Hij doet goed. Ja. Kijk. Ja, daar zijn we. Ja.
Moet je kijken, zeg, wat een auto's, man. Ja, die hebben heel veel jeugd, hè, Horst. Ja, die zijn aan het groeien, geloof ik, hè? Die zijn behoorlijk aan het groeien. Ja. Nou. Nou, leuk voor ze. Vanmiddag aan de bak, jongen. Ja. Knijteren. Even winnen. Horst. Ja. Goed. Ja, dat is druk ook, ja. Ja, zeker. Ja. De eerste aflevering ook nog gezien van Rij mee met DVS TV. Ja. Ja. Met Mark was leuk, leuk item. Ja, zeker. Ja, ja, die heeft natuurlijk altijd van die legendarische verhalen. Ja. Ja, bedenkt de gekste dingen. Kom jij ook nog wel eens in die situaties waarvan je denkt, jongen, wat heb ik nou toch allemaal meegemaakt? En zou je daar iets over kunnen vertellen? We hebben natuurlijk, zit ik nu bijvoorbeeld 10 of 11 jaar in de senioren. Ja. En daar gebeurt genoeg. Ja. Vooral met teamuitjes en voetbalweekenden en dat soort zaken. Dan heb ik wel het voorbeeld. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Nee. maar. Toch wel iets? Ja, natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld, we zijn een keer op voetbalweekend geweest. Dat was volgens mij in Breda. Dat was na het uitgaan, dus had iedereen natuurlijk wel een aantal biertjes op. Ja. Er is bijvoorbeeld eentje die schreeuwde over straat en toen dacht de politie van heb je tegen ons, dus die werd toen opgepakt en die mocht een nachtje in de cel overnachten. Ja, dus dat was wel vervelend, maar ja, voor ons natuurlijk wel heel erg lachen. Ja. Kijk, André Deel is jaren met trainer geweest in het derde elftal, jaren of 6-7. Ja. En dat is ook altijd lachen en André kent ons natuurlijk ook door en door. Ja. En we vonden het ook altijd leuk om te dollen met hem. Ja. En op een gegeven moment waren we in Nijmegen en de trainer van de tweede was er ook bij, Martijn. Ja. En die sliep natuurlijk samen op één kamer. En wij kwamen weer s'nachts thuis van het stappen. En dat is altijd wel de lol en de kunst om in te breken in het huisje van de trainers. En dat zijn altijd dezelfde die dat proberen natuurlijk ook. Dus we hadden gewoon ons vaste groepje waar we dat mee probeerden. Ja. En dan hadden we, ik weet niet, allemaal dingen gevonden. Dus daar stond mee op het raam te slaan. En, André die wist natuurlijk precies wat er gebeurde. Maar Martijn zegt tegen mij, wat is dit? Van Martijn, wat is dit? André, hij zei, nee, geen aandacht aan geven, want dan gaan ze vanzelf wel weg. Ja. Maar het was toch gelukt om binnen te komen. En hebben we de jongens even goed op de kast gejaagd. En dat zijn echt van die standaard dingen die gebeuren. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Een beetje dollen. Ja, lekker dollen. Ja, André Dul. Ja, hij heeft het wel enorm naar zijn zin, hè? Als in de staf bij het eerste. Heb je dat interview nog gezien of niet? Nee, een stukje. Ik heb niet helemaal gekeken. Ja. Maar ik kan wel. Volgens mij is het ook een rol voor André die perfect bij hem past. Interessante dingen, ja. Ook hij is zelf natuurlijk trainer. Dus hij kijkt er dan toch net even wat anders tegenaan. Ja. Maar hij kan wel zo zijn functie hebben. Zeker. Ja. En wat André bij ons altijd heel goed deed, is dat hij. Hij wist er echt een team van te maken. Ja. Dus er waren allerlei verschillende jongens bij elkaar. En André heeft er echt voor gezorgd dat we eigenlijk een onverslaanbaar team maar zijn geworden toen in de derde helft. Ja. Hey, heb jij altijd bij DVS gevoetbald? Ja. Ja? Ja. Het is wel bijna misgegaan in het begin. Want toen ik een jaar of 6 was, moest ik op voetbal natuurlijk. Dat ging gewoon zo. En dat wilde ik ook heel graag. En mijn moeder komt uit Nijkerk en mijn vader is in Ermeloer. Ja. En mijn moeder zegt, dan regel ik wel papieren. Ik heb het trouwens van mijn vader dit verhaal, dus als mijn moeder boos wordt dan. Maar, mijn vader komt thuis en lagen daar papieren voor de voetbalclub. Maar dat was dan van EFC, want dat was dichterbij. Ja. Nou, die ging natuurlijk in de papierbak. En toen werden de papieren voor DVS geregeld. Juist. Dus, sinds dat ik 6 jaar ben, zit ik eigenlijk op DVS. Ja, ja. En ook nog wel selectie gehaald, of niet? Ja, ook nog. Ja? Ja. Ja. Ja, vanaf de E1 eigenlijk tot bij de A1 zat ik A1, A2, meer A2. Maar eigenlijk die hele periode tot de A'tje heb ik altijd in de selectie gezeten. En in de senioren dan over het algemeen in het derde, hè? Ja. Maarten Zwijnenburg heeft ook nog wel met jou gevoetbald. Ja, met Maarten. Ja, ik heb in alle jaren zoveel jongens voorbij gekomen, maar Maarten ook inderdaad. En eigenlijk al die jaren met Jeroen Hammel gespeeld, is ook geen onbekende, geloof ik. Ja. Dus een hele groep jongens eigenlijk voorbij gekomen. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Dan maak je natuurlijk wel heel veel mee. Je hebt kampioenschappen meegemaakt ook, hè, met derde. Ja, 2 keer in de eerste klasse. En ook gedegradeerd, geloof ik. Ook nog, ja. Ja. Ja, 2 keer.
En ja, dat is dat heb je er soms. Het ligt even net aan wat voor team je hebt en wat voor lichting. Ja. Maar zelfs in de jaren dat het sportief slechter ging, was het altijd, de sfeer altijd goed. Ja. En dat vind ik altijd zo mooi aan DVS, dat ja, dan voetbal je, dan lukt het niet, maar dan ga je er wel met z'n allen in de kantine zitten. Ja, geweldig. Ja. Ja, ja. En dan is het altijd goed. Hey, maatschappelijk gezien, hè? Ja. Hoe kijk je tegen zo'n uitzetting aan van Howard en Lily? Die twee Armeense Ja, ik denk dat er regels zijn regels, maar ja. Ik vind wel, ja, kinderen zet je volgens mij niet uit. Nee. En zijn er volgens mij andere zaken waar we ons veel drukker over moeten maken, die waar misstanden zijn, dan dat je twee kinderen uit, uit deze omgeving weg gaat plukken en naar een land gaat brengen waar ze eigenlijk niets hebben en alles weer opnieuw moeten opbouwen. Ja, dat lijkt mij niet. Er is toch geen beter recht, niet meer recht dan kinderrecht. Nee, kinderrecht, daar kom je toch niet aan. Het is niet te geloven. Maar, nee. maar ze zijn nog niet uitgezet, hè? Ze hebben vannacht, ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gehoord, maar ze zijn gewoon het huis uitgelopen van dat pleeggezin. Ja, ze zijn spoorloos, geloof ik, op dit moment. Ja, ze zijn spoorloos. Ja. Ja, ik hoop dat het voor hen wat oplevert, maar het is natuurlijk gewoon deze hele situatie, dat kun je kinderen sowieso niet aandoen. Nee. Eigenlijk niemand. Weet je wat ik zo gek vind? Dat het politiek altijd zo anders gedacht wordt, anders gesproken wordt als de mensen, het volk zelf, ook aan tafel, hè, bij Jeroen Pauw, Peter R. de Vries, noem maar op, die ombudsvrouw en alles en iedereen is emotioneel. Gisteravond ook Ilse de Lange, trouwens een mooi nummer van Ilse de Lange met de band, nieuw nummer, maar die zijn er gewoon echt allemaal emotioneel erbij betrokken en zeggen, we hebben het allemaal over kinderrecht en dat denk ik. Politiek, wat is dat nou? Ik snap daar niks van. Nee, ik vind het ook heel, heel gek dat dit gebeurt. Maar het is zo jammer dat wij er zo weinig invloed op hebben. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, in je werk komen natuurlijk ook situaties tegen waar je wel eens grijze haren van krijgt. Nou, valt nog mee, hè? Ja, er zijn wel eens. Kijk, we weten ook allemaal dat in de zorg ook niet eenvoudig is. Ja. En, ik heb ook heel veel respect voor de mensen die op al die groepen werken, die de mensen met een beperking begeleiden. Ja. Dat is wel echt zwaar werk, dat heb ik ook dus van dichtbij kunnen zien. Of mag ik zien. Ja. Daar gebeuren ook af en toe dingen dat je denkt van ja, jeetje, hadden we dat niet wat beter met elkaar kunnen regelen. Ja. Qua financieringen en dat soort zaken, noem maar op. Ja. Ondanks alles lijkt het toch nog steeds wel te lukken. Ja. Maar het is gewoon wel aanpoten voor iedereen. Ja. Cirlo is wel een modern bedrijf geworden, geloof ik, of niet? Ja, zeker. Cirlo is in heel Nederland. Ja. Maar zeker in Ermelo worden echt stappen gemaakt. Ja. Ja, hè? Dus er is nu een prachtig mooi restaurant neergezet. Ja. Maar ook voor kinderen is er een mooi centrum neergezet. Waar dus naar de aan de diagnostiek gekeken wordt van joh, wat is de beste begeleiding voor een kind. Ja. En dat dat een hele mooie basis is als jij hulp nodig hebt. Omdat dat er goed gekeken wordt van wat kunnen we voor iemand doen. Prachtig. Ja. Ik heb vroeger vakantiewerk gedaan in de wasserij van Groot Emaus. En daar had ik heel veel met die cliënten van Cirelo te maken ook. Ja. Ja, echt. Ik heb ook soms zo'n allemachtig gelach. Zo. Ja. Echt zo leuk. Prachtig, die wasserij. Maar die is er niet meer, hè? Nee, dat is allemaal. Op die plek? Wat staat er nu op die plek? Ik weet eigenlijk. Op een school, geloof ik, of zo. Ik denk dokter het wel. Holtrop. De dokter, inderdaad. Ik weet eigenlijk niet wat op die plek staat. Dat is in de loop van de jaren zoveel veranderd. Ja. En zoveel ook gesloopt en nieuw gebouwd. En, ook bij Groot Emaus zijn ze aardig aan de slag om ook door te ontwikkelen. Ja. Dus jij ziet dat daar ook een nieuwe panden gebouwd worden. Ja. Ik spring even van de hak op de tak. Heb je gisteren of verleden week het eerste nog zien spelen? Ja, een stukje. Ja. Ja, ik zag gisteren de business club nog even. Ik moest eerst zelfballen en dan heb ik het einde nog even gekeken bij het eerste. Ja. Ja, er zaten weer aardige doelpuntjes van Maus bij. Ja, die waren prachtig. Normaal, hè. Lekker combinatievoetbal en dat is volgens mij ook wat waar het eerst goed in is. Ja. Dus het zou mooi zijn als we vandaag gewoon een puntje ook weer binnen gehaald. Ja, zeker. Lastige wedstrijd, Noordwijk. Ja. Goed. Het
kan wel, hè? Zee, ja, het moet, toch? Ja, ja, ja precies. Als je kampioen wil worden, dan, ja. dan moet je gewoon alles winnen. Ja. Gert Spijker, die ken je natuurlijk ook, ja. die ja, met de Aard, die hebben dat een beetje dat samenwerkingsverband met Zeerlo voor elkaar gekregen. Dus die vroeg aan mij van, wil je eens een keer daar aandacht aan besteden? Nou, dat hebben we hierbij ruimschoots gedaan. Mooi gedaan, hè? Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de samenwerking met de Business Club, dat is ook hartstikke mooi bij dat project, ook met ja. Gert inderdaad. En nou, het is gewoon hartstikke mooi dat DVS daar open voor staat en dat je als maatschappelijk partner van elkaar ja. kunt zijn. Ja. En nogmaals, daarin, ja, ik vind het uniek. Echt, ja, maar ook daarin groeit DVS, hè, want de club groeit en het eerste en alles, maar dat je ook nog oog voor de omgeving of de maatschappij ja, hebt, dat maatschappij, is toch hartstikke zeker. Mooi. Ja. En zeker de medemens met een beperking. Ah, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja, zeker. We zijn er weer bijna, jongen. Zeker. Ja, ik vond het wel weer een heel leuk gesprekje, hoor. Hè? Ja, nee. Beter weer. Beter wat meer van elkaar. Ja, muziek. Muziek? Ja, heel breed. Ik heb natuurlijk net al gezegd dat ik met Egbert Dijkhuis af en toe wat zing. Ik vind Nederlandstalig leuk. Ik vind eigenlijk ligt het een beetje aan gewoon waar ik zin heb per keer. Ja. Dus ik ben onlangs op Lowlands geweest. Nou, ik heb natuurlijk ook allerlei muziek. Ja, Lowlands. Ja, ja, ja. Dus daar heb ik ook verschillende artiesten gezien en bekeken. Dus eigenlijk. Daar heb ik niet zo'n specifieke voorkeur voor één iets, maar als ik maar van kan genieten. Ja, ja, precies. Hartstikke mooi, man. Ja, oh, hartstikke mooi. Ik ben wel een beetje jaloers op je leeftijd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, nou ja. In die tijden begon ik een beetje eigenlijk muziek te maken. Nederlandstalige, ja. Nederlandstalige pop. Daar ben ik mee begonnen. Nou, hier, kijk eens. Zijn we weer. Zijn we weer. Ik vond het top. Fantastisch. Ik ook, Piet. Ja, hey. Hartstikke dankjewel. Leuk. Dankjewel. Top. Fijne dag nog. Was weer een mooie, het wordt weer ongetwijfeld een mooie aflevering. Absoluut. Rij mee met DVS TV. Precies. Hey, Sam. Hey, dankjewel, hè. Dank. Hoi. Okay. Doei. Hoi. Succes vanmiddag. Dat gaan we best doen. Pak ze die horsten. Zeker. Oké. Okay. Hoi. Hey, doeg. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Sam van de Brink. Zeer leuk. Rij mee met DVS TV. Wordt mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Van Buren.